Deze beschouwing die gaat over de Jezuïeten. Dit is deel 4. En ik heb een mooie titel verzonnen met de namen Greta Thunberg en Adolf Hitler. <laughs> ik heb, laatst heb ik gekeken naar YouTube voor uh, YouTubers. En dat het erg belangrijk is dat je dan in de titel uh, dingen hebt staan die veel mensen de aandacht trekken. Ik <laughs> ja, reed dat toenberg. Dat is een. Uh... Nou, dat wil iedereen wel weten. Van, wat is dat nou voor iemand? Maar laat ik beginnen met even kort reclame te maken. Ik ben bezig met het voorbereiden van een experiment waarin gemeten gaat worden in welke mate een atmosfeer warmer wordt van zonlicht als er in die atmosfeer meer koolstofdioxide zit. En jij zal zeggen, ja, maar Perry, dat is al lang uitgezocht, joh. Oh, dit is duizenden wetenschappers, maar 99% die hebben het allemaal uitgezocht. Ja, dat hebben ze dan uitgezocht. En vervolgens hebben ze ervoor gezorgd dat je op internet niets ook maar een filmpje kan vinden. Of laat staan een uitgewerkt proefvoorstel. Met hoe ze het hebben aangepakt. Wanneer het is uitgevoerd. Wie er hebben meegedaan. En, en de uitslagen. En natuurlijk dan ook een filmpje erbij. Zou ik wel zo leuk vinden. Dit is Piet. En Piet gaat hier de ding aanzetten. Nou Piet, veel succes. En dan drukt Piet op een knop en dan begint de meting of zo. Nou, helemaal niet. Ze dus hebben dus als dat experiment is uitgevoerd. dan hebben ze ervoor gezorgd dat alle sporen zijn uitgewist. Het enige wat je ziet. Uh, op het internet is dat uh, de, de ene wetenschapper zegt, wetenschapper A zegt, ja wetenschapper B heeft er al heel veel over gezegd en die heeft uh, ja hoor. En wetenschapper B die zegt, ja dat komt, ik heb alles gebaseerd op het werk van wetenschapper C. En wetenschapper C zegt, ja, ik heb alles gebaseerd op wat wetenschapper A zegt. Het is alleen maar geklets, er is geen experiment. Huh? Uitermate irritant vind ik dat. Kijk, je kan wel lopen beweren dat tante Gerda vreemd gegaan is, maar heb je daar ook bewijzen voor? En uh, dat jij dat denkt en dat je dat altijd al hebt gedacht van tante Gerda, dat is geen bewijs dat tante Gerda daadwerkelijk vreemd is gegaan. He, want nou, heb je dat nog vraagd? Nou, iedereen weet hoor van tante Gerda. Nou, een uh, je dan nog naar vraagt. Nou, tante Gerda is vreemd gegaan hoor, want uh, nou, dat zegt ook iedereen. Ja, dat is uh, belachelijk. Nou, ik ga het experiment doen en bij deze. Ben je een grote jongen of wil je een grote jongen zijn? Ben je een volwassen meid of wil je een volwassen meid zijn? Reageer en doe mee. Ik heb inmiddels via internet twee medestanders gevonden. En in mijn kennissen vrienden, ook twee mensen. Dus we hebben nou, zijn we met z'n vijven. En binnenkort gaan wij op bezoek bij een club hier in Arnhem die zich bezighoudt met elektronica en andere vormen dan techniek. En daar gaan wij heel beleefd om advies vragen hoe we dingen moeten gaan aanpakken. En het begint zich inmiddels duidelijk te worden wat we ongeveer nodig gaan hebben aan geld. En dat gaat toch wel, nou, als ik het nu zo ruw inschat, blijven we onder de 1000 euro, maar dan nog. Het wordt meer dan 100 euro, dat weet ik nu al. Maar dan weten we het. Dan kunnen wij een grafiek ophoesten... waarin op de x-as, dus de actie van links naar rechts loopt... daar staat de, de koolstofdioxideconcentratie. En dan op de y-as staat de mate waarin de atmosfeer opwarmt. En dan een lijntje, ja, dan gaan we drie, vier, vijf meetpunten doen we. En dan gaat het om de opwarming ten opzichte van de atmosfeer zoals die nu is. Nu is er een, de atmosfeer van nu heeft een CO2-concentratie van 400 ppm. Dat betekent 400 deeltjes op een miljoen luchtdeeltjes. Dus één CO2-deeltje op 2500 luchtdeeltjes. Perry, luchtdeeltjes bestaat niet. Ja, zo noem je dat. Uh, dat is dus in uh, een luchtdeeltje. Dat is in, uh, in 80% van de gevallen een stikstofmolecuul N2, nico 2. En in 20% van de gevallen is het zuurstof. Een zuurstofmolecuul, dat is O van oxygen 2. Daar heb je nog een beetje helium zit er ook in, maar dat is heel, heel, heel weinig. ja maar waterdamp dan. Ja, waterdamp zit er ook in. Ja, ah. Wij gaan het meten ten opzichte van. Uh, ja, we, we kijken niet naar de hoeveelheid waterdamp. Dus we nemen één, denk ik, één sample van de atmosfeer. En daar zit dan een bepaalde hoeveelheid waterdamp in. En dan. Ja, we meten bij gelijke waterdampconcentratie. Zo gaan we dat doen. Dus we hebben twee vaten, twee containers. En die ene container zit gewone atmosferische lucht van dat moment. En in die andere container doen we dan dezelfde atmosferische lucht van dat moment, maar dan met extra CO2. Dus in de ene container die meer CO2 bevat, zit net zoveel waterdamp als in die andere container die niet meer CO2 bevat, die de basishoeveelheid bevat. En in allebei de containers hebben wij een CO2-meter en een temperatuurmeter. We gebruiken een computer om die temperaturen te loggen... want we zullen natuurlijk uh, ja, weken, nou, zo niet maanden, achtereen moeten meten. En we hebben natuurlijk geen zin om een tien keer per dag op de fiets te stappen... om de temperaturen af te gaan lezen. Dat, uh, dat hoeft tegenwoordig niet meer. En ze verkopen van die hobbycomputers voor een tientje... Ja, nou, zeg ik een tientje. Ja, tweedehands misschien. Ja, tweedehands zou je voor een tientje moeten kunnen krijgen. Ik heb er hier eentje een gloedje nieuw gekocht. Met doosje en alles. En daar heb ik 80 euro voor betaald, inclusief BTB. En dat is er eentje die is, uh, die is te luxe. Die gaan we niet gebruiken. Dat is zonde. Dat is een 4-gigabyte machine. Nou, dat heb je niet nodig. Hoor. Een 1-gigabyte machientje of zelfs een half-gigabyte machientje zou voldoende moeten zijn. Dus dan kan je uitgaan van een oude van een paar jaar geleden. en die moet je voor een tientje op marktplaats kunnen krijgen. Lijkt mij. 20 euro. Of een donateur, dat is nog beter. Hè? Iemand die ook geïnteresseerd is in de waarheid. Want daar heb ik het over: de waarheid. De waarheid over de uitspraak: uh, Doordat de CO2-concentratie gestegen is van 300 ppm naar 400 ppm, is de mondiale temperatuur ernstig toegenomen. De mondiale temperatuur is toegenomen, dat is waar. En nu dan dus de uitspraak: dat is toegenomen omdat de CO2-concentratie gestegen is met een derde. Waar is dat laatste op gebaseerd? Nou oh, iedereen weet dat. Ja, waar is het experiment waar dat uit blijkt? En als dat dus niet zo is, en ik denk dat dat niet zo is, dan kan dat hele klimaatverhaal in de prullenmand de meest belachelijke dingen die het Vaticaan heeft verzonnen. Het Vaticaan, wat heeft dat er dan nou mee te maken? Ja, het Vaticaan zit erachter. Greta Thunberg is al gefotografeerd dat zij heel fijn op bezoek mocht bij meneer de Paus. En meneer de Paus, dus het Vaticaan, die heeft de Verenigde Naties volledig in de broekzak. Want er is één land ter wereld waar de Verenigde Naties geen zeggenschap over heeft, en dat is het Vaticaan. Het Vaticaan is wel toezichthoudend lid. Dus als er een belangrijke vergadering is, een vergadering waarvan het Vaticaan denkt: Oh, nou, dan willen wij wel even weten wat daar gezegd wordt, dan heeft het Vaticaan toegang, jij niet. He, als jij zou willen weten wat er ergens in een achterkamertje, daar in New York in dat grote gebouw besproken wordt. Jij komt niet voorbij de portier. Maar werk jij voor het Vaticaan? Dan mag je zo naar binnen. Het Vaticaan heeft toezicht in alle zaken binnen de Verenigde Naties. Alles. Toezichthoudend lidmaatschap, heet dat. En Verenigde Naties, de, de Verenigde Naties die zitten achter het IPCC, dus het Intergovernementele Panel voor Klimaatverandering, Climate Change. En, en de VN is van de paus, ja, dus ben je eruit. Ja. En de paus hier, die, die vinden het dan leuk dat die Greta Thunberg, niet dat hij die, die zelf heeft uitgekozen, maar dat laat hij dan doen. Ja, Allemaal geregeld, joh. En wij worden voor de gek gehouden. En dan met name van ons, uh, de vrouwen. En want Greta Thunberg is niet voor niets een jonge vrouw van 16 jaar. Er heeft een afdeling marketing achter gezeten, begrijp dat nou. Dacht jij dat Greta Thunberg uh, uh, uit haar eentje zo uh, wereldberoemd werd dat ze op bezoek mocht bij de paus en bij Barack Obama? Een gelukkig herdenk? Dan ben je net zo'n maloot die denkt dat Adolf Hitler in zijn eentje omhoog kwam, omdat hij uh, schier geniaal was. En vandaar dat die beide namen in de titel staan. Uh, wat hebben Greta Thunberg en Adolf Hitler gemeen? Nou, ze zijn geselecteerd door het Vaticaan en ze hebben de agenda van het Vaticaan uitgevoerd. Dus loop jij achter Greta Thunberg aan, dan ben jij volgens de logica, volgens de feiten, en net zo'n sukkel. En verderfelijk persoon als de mensen die destijds achter Adolf Hitler aanliepen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het Vaticaan zijn bedoelingen heeft bijgesteld naar het morele toe. Hoor je me goed? Kijk, een organisatie die tijdens de Tweede Wereldoorlog Adolf Hitler in het zadel heeft geholpen. en er verantwoordelijk voor is geweest dat heel Duitsland pad gebombardeerd werd. allemaal Joodse mensen hun gelukkige bestaan vaarwel konden zeggen. en ik weet niet wat van andere misères hier in Europa hebben veroorzaakt. Die organisatie heeft een nieuw project, namelijk iedereen te gaan laten betalen voor een denkbeeldig probleem. Nee, maar nu is het Vaticaan wel moreel bezig? Dan ja, ben je helemaal van de ratten besnuffeld, meloot. Hoe kom je erbij? Het Vaticaan is de meest uh, misdadige organisatie die de wereld ooit heeft gekend. En wat ik dus heb toegelicht in die eerdere drie uitzendingen over de Jezuïeten, het hele circus met het Vaticaan, dat is begonnen in Babylon. Dit gaat millennia terug. Het Vaticaan heeft zo'n fijn gebedje gedicteerd, Heilige Maria, moeder van God. Gezegend zijt gij onder de vrouwen, gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Bid voor ons zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. Zeg ik het nou goed? Moet even checken hoor. Heilige Maria. En dat is een uh, weesgegroet. Dat is, dat is het gebed, zo heet dat. Weesgegroet Maria. Even de officiële tekst erbij pakken. Wees. Ave Maria is het dan ook wel. Uh... Daar staat hier de tekst ook. Oh ja, nee, het begint als volgt. Uh, Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Zo begint het. Haha, ja, tuurlijk. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. En nou, dat is afgelopen. Dat is de Moeder van God. De Moeder van God, dat is een concept en dat komt uit Babylon. En in Babylon heb je dan de. Ja, de traditie dat ze daar spraken van Inanna. Dat was het goddelijke oerbeginsel en dat was een vrouw. Dat is het heidendom. Het is niet voor niets dat de opponent van het heidendom, want het heidendom heeft maar één opponent. En dat, of één opponent, je zou moeten zeggen, heeft er twee. Het is de, de Joodse traditie. En het is de, de christelijke traditie die gegrond is op de Joodse traditie. Maar de Joodse traditie wijst de komst van de Messias niet af, maar die, is dan, die moet nog komen volgens de Joodse traditie. Veel van die mensen dan, die nog Joods zijn, die, nou, dat is een dispuut. Maar zou je het hebben over de volgelingen van, uh, van de mensen die dus minimaal aan het Oude Testament doen? Als dat je descriptie is. Uh, dat is de opponent van het Heidendom. En die spreken van een, een godheid. en die wordt genoemd de Vader. Het is in ieder geval een man. En niet een vrouwelijk beginsel van al het bestaande. Want er, daar zit een probleem in. En dat komt omdat. Het, de, de oorzaak van de werkelijkheid. dat is het woord. Dat is niet iets materieels. Dus vandaar dat je niet spreekt over. Uh, dat het een moeder-god is. Eerder is het zo dat het woord. schept door zijn daad. Dus de, de, ja, zo moet ik zeggen. Het is een beetje moeilijk te begrijpen, maar in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord dat is een mannelijk begrip. Het heeft te maken met logica en het zuivere geloof. En het heidendom is niet zuiver. En het heidendom is een geloofssysteem waarbij het er niet om gaat om, je, ja, om te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. En, en waarom jij je onvoorwaardelijk moreel moet gedragen. Want dat dicteert het ware geloof. Het ware geloof, als jij dat snapt, dan snap je dus dat in het begin was het woord. Het woord heeft alles geschapen. Dus die hele vraag van mensen die zeggen, ja maar bestaat God, die is net zo zinvol als de vraag, ja maar bestaat het woord? Dus iemand die dan aan jou vraagt van, ja maar bestaat het woord? Tegen zo iemand moet je dan zeggen, god wat zei je net? Zei ik wat dan? Ja, volgens mij zei je, bestaat het woord. En kan je mij nu horen? Nou, wat is dan de vraag of God bestaat? Want in het begin was God. Nee, in het begin was het Woord en het Woord was bij God en het woord was God. Dus als je je afvraagt over het bestaan van God, dan maak jij je druk over het bestaan van het Woord. Ja, wat is dat dan weer van onzinvraag? Dat is het ware geloof. En uit het ware geloof volgt zonder voorwaarden, dus onmiddellijk, zonder midden. On betekent niet. Middellijk betekent midden. Zonder medium, medium betekent midden, zonder middel. Onmiddellijke moraliteit. En nee, je mag niet begeren dat wat van een ander is. En ja, je dient respect te hebben voor je ouders. En nee, je mag niet neuken met de buurvrouw. Je mag helemaal geen seks hebben buiten natuurlijk. Uh, het nastreven van seks als uh, de oh, laat ik maar gaan trouwen, want dan mag ik seks hebben, dat is fout. Dat is al fout. Je hebt uh, een uh, gemeenschap met een vrouw om één van vlees te worden. En een man en een vrouw die worden één van vlees, want er komen kinderen van. Dat is de bedoeling. De rest is allemaal bijzaak. Dat is het geloof. Dat is de overtuiging. Dat zijn de feiten. En dat doe je het maar mee. En wat hebben wij? Uh, wij hebben dus onder ons mensen. en die interesseert het helemaal niks. Die vraag over moraliteit, dat interesseert ze echt helemaal nul. Het enige wat die mensen willen, dat is uh, iedere dag oneindig veel te eten en uh, blondines voor de seks, tenzij je daar weer uh, helemaal vol van bent en dan wil je brunettes en dan weer roodharige. Uh, kortom, immoreel tuig. Wat bereid is om voor het vervullen van hun immorele smeerlapperij wensen, om daarvoor over lijken te gaan. En die hebben wij onder ons. En wij maar helemaal verbaasd zijn van ja, ja in Nederland schijnt het dus dat er iets van 8000 zaken van seksuele kindermishandeling, die schijnen door de politie helemaal niet aangepakt te worden. Oh, hoe kan dat nou, hoe kan dat nou? En uh, wat ook zo schijnt hij, dat uh, bij die Dutroe, daar hebben ze heel lang over gedaan. Want uh, ja, ze hadden ze bij Mark Dutroe hadden ze in zijn kelder. In zijn kelder hadden ze dus uh, kooien gevonden. Er was zelfs nog een levend meisje in gevonden ook. Nee, maar ze hebben er wel bijna acht jaar over gedaan om die man voor het gerecht te krijgen, want er moest van alles naar worden uitgezocht. Wat dan? Je, je, je hebt. Je bent eigenaar van een huis. en in je kelder zitten meisjes. in kooien opgesloten. En dan denken ze. ja, yeah, nou, dan moeten we even heel goed gaan uitzoeken. hoe dat nou. Uh, ja, wat zeg je nou? Kelder. Oh, hoe schreef je dat? Kelder. Oh, met een K. Ja, ja. Nou, dat heb ik dan. Kelder. En. Uh, was die onder de gronds, die kelder? Of was dat uh, zo'n zolderkelder? En tegen de tijd dat Marc Dutroux. Voor de rechtbank kwam. Toen wilden ze getuigen oproepen. Maar dat ging niet meer, want al die getuigen waren inmiddels één voor één. onder verstandige verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Ja, waarom denk je dat ze al die tijd erover gedaan hebben. om Mark Dutroux voor het gerecht te krijgen? Dat was omdat ze tijd nodig hadden om al die, al die getuigen te doden. En dan moesten die getuigen ook niet zo direct neermitrailleuren. want dat zou gelijk gaan opvallen. Nee, iedereen moest natuurlijk onder verdachte omstandigheden om het leven komen. Auto's die plotseling de andere kant uit gingen rijden. Auto's waarvan de remmen het plotseling niet meer deden. Iemand met een uh, inhaler voor zijn astma. En in die inhaler bleek plotseling een of ander verkeerd goedje te hebben gezeten. Ja, foutje van de apotheek. Ja, kan gebeuren. Ja, het was wel een getuige in de zaak Dutroux. Als jij je afvraagt waarom dat is, dan... ik vertel je net hoe het zit... We hebben onder ons absoluut immorele mensen. En dat is allemaal terug te leiden. op dit geloof. Dit heidense Babylonische geloof. Wat zich van naam verandert, vorm verandert, kleur verandert. maar niets van essentie. En die essentie is wereldmacht. Het voor het zeggen hebben en ons druk te laten zijn met onzin. Zoals koolstofdioxideconcentraties, die er helemaal niet toe doen. We zijn, er was toen, dat is diezelfde club, die katholieke meuk, die hadden een hele mooie grote kerk in Chartres. Maar daar sloeg de bliksem in. Er was dat gebouw kapot. Uitgefikt. Nou, dan zou je denken, nou dat vond de katholieke kerk zeker heel vervelend. Nee, ben jij af. Ze hebben vervolgens de omgeving, het dorp Chartres en iedereen die daar in de buurt woonde, die hebben ze wijsgemaakt dat die blikseminslag, dat dat een straf van God was voor hun zondige gedrag. En kortom, dat die mensen daar bij Chartres en de omgeving, die hadden de keuze van uh, of je gaat betalen voor je zondige gedrag en dan gaan wij dat geld gebruiken om een mooie nieuwe te bouwen, of je betaalt niet en dan ga je naar de hel. En die mensen van Chartres, die geloofden dat. Die werden hartstikke bang. Oh nee, oh, oh, hoeveel geld moet ik dan hebben? Oh, het was echt oh, onstondige gedrag. Oh nee, uh, ik heb hier nog wat. En er kwam een partij geld op tafel, jongen. En die mensen daar in de omgeving, die gingen ook nog gratis meewerken aan de bouw van die kathedraal. Kijk, dat is hoe dat Vaticaan werkte. Dat weet je uit het verleden. De voorbeelden, dat ligt voor het oprapen. En nu hebben ze dan dat nieuwe ding met CO2. De wereld sterft uit. Want de CO2-concentratie is te hoog. En vrouwen. Die doen mee. Gek, hè? Dus zo'n organisatie, zo'n heidense organisatie, die in het Godenrijk, er hebben al meerdere goden, en dan is de, de topgod, dat is een vrouw. Heel toevallig, als die organisatie dan iets maatschappelijks gaat beginnen, weten ze dat precies zo te brengen, dat de vrouwen er al mas voor gaan. En die staan allemaal op Facebook te gillen wat de paus graag wil. Ik ken er meer hoor. Ja, en die vrouwen die ken ik dan ook nog god beter, het persoonlijk. En die staan dus een beetje elke dag op Facebook uh, alarmpaniek te zaaien over dat de CO2, tot dat echt niet langer kan. Terwijl het hele effect van de koolstofdioxide op de opwarming van de atmosfeer, dat is helemaal nog niet aangetoond. Het enige wat ze hebben aangetoond is dat als je. Dat weten we zeker, dat koolstofdioxide absorbeert infrarode straling van, en dat is ook nog een keer zo, alleen maar hele bepaalde frequenties. Dus van de, van de 100 frequenties van het infrarode licht. Ja, daar wordt misschien 5% of zo door het CO2 geabsorbeerd. En dan gaat het CO2 van, van trillen. En ja, die trillen, dat trillen gebeuren, dat, dat maakt dan de andere moleculen in de lucht ook aan het trillen. En als iets gaat trillen, als het gaat bewegen, dat noemen wij warmte. Dus infrarode straling aan zich is geen warmte, maar het laat spullen trillen. En als iets gaat trillen, dan wordt het, dat noem je warmte. Dat is dus bewegingsenergie van atomen. Dat is warmte. Dat is de hele truc. Ja, en als één CO2-molecuul begint te trillen omdat het uh, infrarode straling absorbeert. Ja, elk CO2-molecuul is verantwoordelijk voor 2,500 andere moleculetjes die die mee moet laten trillen. Ja, ha, 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 ha. hoe geloof jij dat effect? Tuurlijk is dat helemaal niet waar. En het feit dat je het op het internet ook helemaal geen experiment kan vinden, is omdat het helemaal niet waar is. Als ze het zouden gaan doen, dat experiment, dan zou blijken dat het helemaal niet werkt. Het enige wat je kan aantonen, dat kan je wel vinden: dat als je een container neemt en die vul je met zo goed als 100% CO2, dat je dan inderdaad merkt dat zo dat CO2, ja, dat wordt lekker warm. Ja, dat ja, klopt. Maar dan heb je dus uh, één CO2-molecuul per 10 uh, luchtmoleculen. Ja, dan meet je wel een. Uh, als je daar een warmtebron op zet, dan meet je wel een verschilletje. Maar meet je dat ook bij 1 op de 2500? Nee, natuurlijk niet. Dat is het hele punt. En die katholieke kerk die interesseert het helemaal niks. Dus, ze, ze weten toch dat de, 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 de mensen die. Ze hebben zoveel onderwerpen voor ons om ons druk over te maken. Want ze zijn niet alleen bezig met die CO2. Nee, ze zijn ook plotseling weer begonnen. Waarom weet ik ook niet. Maar nu komen ze met stikstofoxide. Nou is dat weer het probleem. Er is helemaal geen probleem met stikstofdioxide. Dat is onzin. Dat, uh, dat, en zo worden wij maar dat we ons druk gaan lopen maken over CO2 en NO2 en uitstervende diersoorten en oh oh oh, het is het erg. Terwijl we ons niet druk maken over waar die katholieke kerk mee bezig is. Of je moet zeggen, de organisatie daarachter. Want de katholieke kerk is een project. Wat gestart is in het jaar 300. En waar ze voorlopig nog wel even door mee zullen gaan. Want het werkt als een tierenlier. Adolf Hitler was van de paus. Begrijp dat goed. Dat was Pius XII. Pius XII. die, die deed alsof zijn neus bloedde. Maar die stuurde Adolf Hitler aan. Pius XII had uh, besloten dat Adolf Hitler begeleid werd door Frans von Paapst. Dat was een Jezuïet. Als ik het wel heb. Adolf Hitler had zijn organisatie, die heette de Schutzstaffel, de SS. Het organisatiemodel van de Schutzstaffel is één op één gekopieerd van het organisatiemodel van de Jezuïeten. Dit, dit, dit is geen grapje. Adolf Hitler was van de paus. Jozef Stalin ook. Winston Churchill ook. En Roosevelt of Roosevelt uit Amerika ook. Dus al die vier wereldleiders, die luisterden allemaal heel gedwee naar de paus en hebben ons tegen elkaar laten vechten. De paus creëert chaos om daarna de orde te kunnen stichten. En de paus houdt daar nooit mee op. Ja, dus zelfs als de paus straks zijn wereldrijk heeft, wat hij eigenlijk al zo goed al heeft, hè, maar zelfs als hij een wereldrijk heeft en er komt dan een orde over de hele wereld, dan gaat hij nog de boel tegen elkaar oplopen stoken. Altijd. Want wij moeten bezig gehouden worden, want als wij niet bezig gehouden worden, dan loopt de pauze het risico dat wij erachter gaan komen wat hij heeft uitgevroten. En daarmee bedoel ik dan uh, hij in overdrachtelijke zin. Ik bedoel die organisatie die achter het Vaticaan zit. De organisatie die in de Bijbel wordt genoemd de Antichrist. Kijk, voor een bijbelgelovende christen is het wereldtoneel uh, heel eenvoudig. Je hebt uh, Christus, onze Heer, en je hebt de Antichrist. En wij weten wat wij moeten doen. Wij moeten luisteren naar het woord van Christus. En Christus draagt ons op om ons te houden aan de wetten en de profeten. Dus dat doen we dan ook netjes. Want Christus heeft dat gezegd. En de wetten en de profeten, dat is het oude testament. Christus is de vervulling van het Oude Testament. Naar zijn eigen zeggen. En mensen die achter die Greta Thunberg aanlopen, die lopen dus achter een pauselijke marionet aan en zijn gelijk de mensen die destijds achter Adolf Hitler aanliepen. En de mensen die destijds achter Adolf Hitler aanliepen, die, werden, die worden heden ten dagen in allerlei films en op Netflix en zo. Die worden ze weggezet als het grootste tuig der aarde. Nou, dan zijn de mensen die achter Greta Thunberg aanlopen. Dat zijn de toekomstige mensen. Die zullen worden weggezet, mag je hopen. Als het grootste tuig der aarde. Als het herkend wordt. de pauze heeft ze al helemaal, Je moet eens weten wat de pauze al verdiend heeft aan die CO2-onzin. Ik, ik zag dan een artikeltje in de krant staan dat de Nederlandse overheid die heeft een dealtje gemaakt met Tata Steel. En in die zin dat Tata Steel een korting kreeg van etterlijke miljarden op het verbranden van fossiele brandstoffen. Miljarden euro's circuleert er in dat geldcircuit van de CO2-business. Waar denk je dat het geld blijft? Niet bij de bejaardenhuizen en de verzorgingstehuizen die nauwelijks personeel kunnen betalen. Dat wordt weggetrokken uit onze economie. Dat vloeit naar, uh, naar iedereen die een vriendje is van de paus. Door die mensen die zich druk maken voor het IPCC en voor klimaatoverleg en zo. Die vliegen met privé vliegtuigen. O, hoe dom kan je nou zijn door er nog in te geloven? En waarom laat je je zo bang maken? Er is er maar één die jij moet vrezen, en dat is de Here Heere. Er is maar één waar je niet aan mee moet doen, en dat is de Antichrist. Dus je gaat je houden aan de tien geboden van Mozes, en je gaat je houden aan de dingen die Christus heeft gezegd. En voor de rest kan iedereen je rug op. En mijn dochter die kwam dan van: ja, nou, de consumptie mag wel wat minder in Nederland. denk ik: nou, meisje, meisje. Ik, heb, ik ben geboren in 1959. Ik heb de jaren 70 en de jaren 80 meegemaakt. Dat je hier in Arnhem had je een winkel en dan kon je Rotan meubelen kopen. En Rotan vloerbedekking. En zeg maar, allemaal dingen van Rotan. Kan niet meer, hè? Nee, de consumptie is namelijk teruggebracht. Je kon In Arnhem kon je vroeger café aankopen. Ja, kan niet meer, hè? Nee. nee. De consumptie is teruggebracht. De consumptie in Arnhem ligt al helemaal op zijn gat. Ja, mijn dochter is niet anders gewend. dan dat je op zaterdag, als je hier in Arnhem naar het centrum gaat. dan kan je rustig de ene winkel inlopen en de andere winkel inlopen. Je kan rustig over straat lopen. En, ja. Ja, er zijn wel wat meer mensen dan op een doordeweekse dag. En zij denkt, ja, nou, het is best wel druk in de stad. Ja, zij weet niet meer dat. In de jaren tachtig, dat je hier in de winkelstraat in Arnhem, daar kon je over de hoofden lopen. Als je haast had, moest je niet door de winkelstraat gaan. Kon je beter maar even omlopen. Zo druk was het in de stad. Het is niet meer. Je had hier een bakketje, een leuk klein winkeltje en op zaterdagochtend... Ging ik daar regelmatig naartoe, mijn kind was net geboren en dan haalde ik vers brood. Het kwam heel vaak voor dat ik buiten moest wachten. Samen met andere mensen. En dan kwamen de mensen uit met een tas met allemaal brood en dan, uh, dan kwamen er twee, drie naar buiten lopen en dan konden er we weer twee, drie naar binnen en de rest moest dan nog steeds even wachten. En dan kon je binnen staan, achterin de rij. En dan uiteindelijk stond je bij de toonbank. hallo. Oh, 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 oh. Die mensen die verkochten een jongen. En nu? Nu kan je daar op zaterdagochtend gewoon naar binnen. Wordt gelijk geholpen. Bij de viswinkel voor de verse vis? Precies hetzelfde. Je had in Arnhem had je meerdere winkels waar je dieren kon kopen. Dus uh, hamsters, konijnen, vissen, vogeltjes, zeg maar. Huh? Allemaal weg. En mijn dochter die zegt dan nou: nog minder consumeren. Ik denk ja, meisje, meisje, hoe weinig wil je nou consumeren? Het is al zoveel minder. Het, voordat de euro ingevoerd werd, kostte een heel brood. Bij de bakker in de steenstraat 1 gulden 60. Nu betaal ik hier op de markt bij de bakker voor een heel brood 2,50 euro. Nou, als we het nou even uitdrukken in uh, guldens. dan was het dus voor de euro 1 gulden 60 en nu is het na de euro is het ongeveer 5,50 uh, uh, vijf gulden 50 dus van 1 gulden 60 naar 5 vijf gulden 50 de prijs van een brood een brood is een essentiële levensbehoefte De inflatie daarop is dus 7 Kijk, daar zou je je druk over moeten maken. Daar zou je een brief over moeten sturen naar Parijs. <laughs> naar Den Haag. Dat doen we niet. Nee, wij maken ons druk over de koolstofdioxideconcentratie. de concentratie. Het vind het belachelijk. En het ergste vind ik nog, dat mensen geen afstand nemen van de organisatie van de antichrist. En dat ze ook geen afstand nemen van mensen die geen afstand nemen van de antichrist. Je zou in feite moeten zeggen, van, nou, ik kom niet op je verjaardag, want Piet komt ook en Piet neemt geen afstand van de antichrist, dus ik wil niet met hem in één kamer zitten. Want Piet heeft te maken met die Tweede Wereldoorlog en die Adolf Hitler. En ik vind het nog steeds niet goed te praten wat Adolf Hitler heeft gedaan. En nee, dat ben ik niet vergeten. Wat Adolf Hitler heeft gedaan. En Piet, die bij jou de verjaardag komt, die loopt achter de paus aan. En de paus, die heeft Adolf Hitler in het zadel geholpen. Dus Piet is het eens met de organisatie die Adolf Hitler in het zadel heeft geholpen. En ik ben het niet eens met wat Adolf Hitler heeft gedaan. Namens die organisatie. Met goedkeuring van die organisatie. In opdracht van die organisatie. En wij moeten paal een perk gaan stellen aan de mensen waarmee wij nog om willen gaan. Dat het duidelijk wordt. Dan moeten we maar een, misschien een politieke partij op gaan richten. Of een omroep of wat Misschien dat ik het zelf maar moet gaan doen. Dan kunnen mensen lid worden, kost je helemaal niks. Dan maken wij even een politieke agenda. Punt 1. Uh, Nederland verbreekt uh, de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan. We gaan uit de EU. We stoppen met de VN. Uh, we houden op met de NATO. Ja, maar dan worden we zomaar onder de voet gelopen. Nee, want we heffen het wapenverbod in Nederland ook op. Dan komen ze ons maar halen. Ja, dan moet het toch uh, ergens moet je beginnen. En we gaan weer gewoon fijn werken met grensposten. En er komt gewoon helemaal niemand meer in als hij geen papieren heeft. Een Schiphol, dat moet misschien maar een uh, internationale zone worden. Dat je rondom Schiphol uh, heb je douaneposten. Ben je naar Schiphol? Oh, heb je je paspoort bij je? Kom je vanuit Schiphol, laat je paspoort maar zien. Het zou mooi zijn. Ik zou graag in zo'n Nederland willen wonen. We zouden een goed voorbeeld zijn voor de rest van Europa. Want zo ziet soevereiniteit eruit. En onze koning die doet mee of niet. En ik zeg je nu al, die gaat niet meedoen. Want onze koning die werkt voor de paus. Willem-Alexander en zijn vrouw Maxima. En onze paus uh, die, is, uh, die was kardinaal tijdens de vuile oorlog in Argentinië. En tijdens de vuile oorlog in Argentinië was de vader van Maxima die was minister van Landbouw. Ja, dat is fijn hè, zo'n koninklijke familie. En wij moeten paal en perk gaan stellen. Het enige wat nog helpt. Los van het feit dat je ook kan zeggen... nou, ik wil er helemaal niks mee te maken hebben. Ik concentreer mij op mijn privéleven. Ik hou mij aan het woord van Christus. Uh, ik ben goed voor mijn naasten. Zo goed mogelijk voor mijn naasten. En dat de mensen in mijn omgeving achter de antichrist aanlopen. Ja, ze gaan allemaal naar de hel. En ik zie het met leden ogen aan. Maar ik kan er niks aan doen. Ja, en dat laatste, daar heb ik dus een beetje een probleem mee. Want kan je er echt wel niks aan doen? Kijk, als wij duidelijk maken dat de paus de antichrist is... en dat wij niet meewerken aan organisaties... die de, dat pauselijke gebeuren niet afwijzen... Waaronder de Verenigde Naties. Ja, want bij de Verenigde Naties is de paus toezichthoudend lid. Nou, dat is voor ons voldoende reden om alles met de Verenigde Naties mee te kappen. Want de paus zit erin. Nou, daar doen we niet meer mee. Zou je eens over na moeten denken over hoe je het staatsbestel in Nederland zou moeten hervormen. tot Nederland als soevereine staat. Moet te doen zijn. En dan de wet handhaven. Maar ja, waar halen wij voldoende morele mensen vandaan? Dat is een heel punt. Kijk, die vrouwen die op Facebook staan te krijzen uh, dat we allemaal doodgaan. Ja, die wil ik niet in de buurt van een volksregering. Uh, Zo'n zo vrouw zoals mijn dochter. Uh, die GroenLinks een geweldige partij vindt. Terwijl Paul Rozenmuller, zo heet hij toch? Die is dat van GroenLinks, of niet? Even bijpakken. Paul groen Groenlinks, ja. Paul Rozenmuller, dat, dat is een, een viespeuk. Die is gelijk Adolf Hitler. Die loopt mee met de paus. Paul die heeft lovende woorden gesproken over de leider van China, Mao Zedong. Die in de jaren zestig, in een paar jaar tijd, zestig miljoen van zijn eigen burgers over de kling heeft gejaagd. En Paul Rozenmuller is een smeerlap. En mijn dochter die loopt achter zijn partij aan. Ik vind dat mijn dochter geen stemrecht verdient. Het is een lief meisje, ik heb er verder geen hekel aan. Maar ze heeft het verstand van een achtergebleven baksteen. Op dit terrein. Dus heeft al Kijk, goede cijfers op school. En dat wel allemaal best. Dat respecteer ik wel aan haar. Zij heeft de dingetjes heus wel goed voor elkaar in die zin. Maar dan doet haar HBO. En. Uh, nou. En er zijn heus dingen waarvan ik denk: van, nou laat het maar aan haar over. Dat weet ze best wel. Maar zij heeft niet het historische besef om te mogen stemmen. Niet voldoende. Zij moet eerst op geschiedenisles. Zij moet eerst. Die eerste drie afleveringen. die ik nu klaar heb gemaakt. over de Jezuïeten. De Jezuïeten deel 1, deel 2, deel 3. Die gaat zij maar eens even bestuderen. en controleren op internet. of ik wat de waarheid spreek. Ga maar zoeken. Ga het boek uh, Rulers of Evil. van. Uh, weet die man? Tupper Saucy. Ga dat maar lezen. Ga dat maar controleren. Klopt dat? Wat Tupper Sorge heeft opgeschreven over wat de Jezuïeten hebben uitgesproken in, Af in Afrika, in Amerika. Ja, dat klopt allemaal. En je hebt het boek Code Word Barbelon. Dat staat onder deze uitzending. Even naar beneden scrollen, vind je het wel. Code Word Barbelon. Ja. Ja, ook de hele uh, geschiedschrijving over de wandaden van de jezuïeten En de jezuïeten, dat is dé militaire tak momenteel. Eigenlijk al een paar, sinds een paar honderd jaar is het dé tak binnen het Vaticaan. Die jongens, er zitten geen vrouwen tussen, hè, maar die jongens van de jezuïeten, die, die hebben een heleboel in handen. Dat is geen grapje. Ze maken ons helemaal kapot. En iedereen die dat niet in de gaten heeft en toch een grote mond heeft, dat is een gevaarlijke gek. Goed rekening mee houden. Hey, mensen als Paul Rozemullen van GroenLinks, die denken dus dat Mao Tse-tung, dat hij die 60 miljoen Chinezen terecht heeft afgeslacht, want dat was voor het hogere doel. Ja, gaat dat maar eens uit het hoofd van iemand als Paul Rosemuller praten... dat dat helemaal niet mag. Kijk, er is nog een discussie tussen de bijbelgelovende christenen... en de, ja, onderling en ook tussen de bijbelgelovende christenen... en de mensen van de puur joodse traditie. En dat gaat dan over het dacht het zesde gebod van Mozes... Dat is vertaald in de King James met de frase Thou shalt not kill. En er zijn mensen die zeggen, nou, in het Hebreeuws, waar het oorspronkelijk in opgeschreven is, die tien geboden, daar staat niet kill, want dat betekent doden. Nee, daar staat, dat had je moeten vertalen als Thou shalt not murder. Waarmee je kan begrijpen dat waar Mozes de opdracht toe gaf, namelijk, maar meerdere keren heeft Mozes denk ik wel zoiets gezegd en ook Samuel, een profeet, heeft zoiets gezegd en er zijn er wel meer voorbeeldjes van. Maar Mozes heeft de opdracht gegeven om de medianieten te doden. Medianieten. Te doden. Het doden is niet verboden. Als het gaat om je vijand. Als het gaat om een daadwerkelijke dader, je mag een dader doden, maar je mag hem niet vermoorden. Je mag een moord, dat komt toe aan als je onschuldige mensen gaat doden, dat heet moord. Dat is de definitie van moord. Als dus een wezen is onschuldig en het wordt gedood, nou, dan is er sprake van een moord. En dat mag niet. Nou, wat Mao Zedong toen heeft gedaan met zijn culturele revolutie. In grote delen van China er is 60 miljoen mensen vermoord. En Paul Roosemuller zegt: van, ja, maar dat is voor het hogere doel. Die 60 miljoen moesten vermoord worden om eh, miljarden te kunnen redden. Ja, dat zegt Paul Roosemuller even. He, die 60 miljoen die vermoord moesten worden, dat waren vijanden van het volk. Dat zegt Paul, Paul Roosemuller even. Maar het is niet aan mensen zoals Paul Roosemuller of Mao Tse-Tung om te bepalen wie er eventjes vermoord mag worden voor iets wat ze nog helemaal... ze hebben nog helemaal niks gedaan. Die mensen die waren beticht als zijnde vijand van het volk. Maar ze hadden nog helemaal niks gedaan. Nee, ze zouden wat mogelijk wat kunnen gaan doen. Ze zouden misschien de, de culturele revolutie uh, ja, kunnen bemoeilijken. En daarom moesten ze maar eventjes vermoord worden. Ja, dat is het denken van Paul Rosenmuller. Ik vind dat verachterlijk... Ik vind iedereen die GroenLinks stemt, die heeft een gaatje in zijn hoofd. Snap je? En dit, dit zit ik niet zomaar uit mijn duim te zuigen. Dit kan, dit, is, dit kan je maar nazoeken op internet. Zoek het maar na culturele revolutie Mao je 60 miljoen donen. 60 miljoen onschuldige mensen over de klink gejakkerd. En Paul Roosemuller, dat hij zich positief uitlaat over Mao Tse-Tung, dat heb ik toen kunnen vinden op internet. Ik weet niet of het er nu nog staat. Ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat men achteraf besloten heeft dat het maar beter uh, uh, nou, dat het niet een van zijn meest uh, gelukkige uitspraken was. Maar hij heeft het wel gezegd. En los daarvan: uh, GroenLinks is helemaal pro-Europa. Pro-Europa is, is van de paus. De eerste president die we kregen in Europa, terwijl we afgesproken hadden van tevoren dat we geen presidentstoestanden zouden krijgen, want ieder land had een eigen president en hoezo heb je dan een Europese president nodig? Dus dat vonden we dan van niet en er werd gezegd, nou oké, okay, dat doen we dan niet, maar het is de pauze. En de pauze, dat zijn een stelletje leugenaars. Als je de pauze een hand geeft, dan moet je daarna je, vinger, je vingers natellen. Dat weten we, dat is geen geheim ofzo. Snap je? ja. het is maar goed. Het is een hele erge toestand waarin we beland zijn met de wereld en dat kan niet anders, want wij zijn zondig. Wij hebben niet geluisterd naar het woord van God. Wij zijn eigen wijs geweest. Wij maken ons druk over uh, het al dan niet toestaan dat homoseksuele stellen wel of niet kinderen mogen adopteren. Wij snappen helemaal niet hoe ver we daarmee van huis zijn geraakt. Hoezo? Hè? Moet zoiets besproken worden? Er is in Amerika is er een vrouw en die. Nee, er is een man die, uh, die zegt dat hij een vrouw is. En die wilde zijn geslachtsdelen laten ontharen in een schoonheidssalon. Voor vrouwen, want hij was een vrouw. En toen die schoonheidssalons die dienst weigerden, toen heeft hij ze aangespannen, voor het gerecht gesleurd. En dan moesten die dames van die schoonheidssalon die moesten dus een advocaat inhuren en allemaal stress, ja je zal het maar verliezen. Dat is het einde van je business. een nou, man veroorzaakt dan even al die stress en al die toestanden. Dan nou, heeft hij dan gelukkig die zaak tegen die uh, schoonheidssalons, meerdere heeft hij eraan geklaagd, heeft hij dan verloren. Maar nou is meneer bezig met uh, gynaecologen voor het gerecht te dagen. Ja, snap je hoe ver wij verwijderd zijn van de waarheid? Het wordt heel erg duidelijk hoe ongelooflijk slecht wij zijn bezig geweest. En hoe de Jezuïeten en hun club uh, totaal vrij spel hebben gekregen. Dus onthoud dat goed. Het is dus, uh, geen geintje en zo. Snap je? Ja, ik kan er verder ook niks aan doen. Jij, uh, mij hoef je er niet om aan te kijken. Ik ben een bijbelgelovende christen. Ik ben nog nooit van mijn leven vreemd gegaan. Ik heb het ook nooit uh, gewild. Ik heb het nooit uh, nagestreefd of over gefantaseerd. Helemaal niks. Ik heb alleen maar goed gezorgd voor mijn gezin. Ik ben de deur uitgetrapt omdat die, die moeder van mijn kind knettergek is. Dat is alles. En voor mijn dochter ben ik reuze lief. Ook al is het een atheïstische feminist met uh, linkse neigingen. Dat nog. Hè? Ben ik begripvol naar haar? Dan probeer ik haar te helpen op het, ja, om op het ware pad, op het gerechtelijke pad te blijven. Ja, toch? Nou. Nou, ik vond het wel een mooi eigenlijk. Ja? En dan zeg ik tegen jullie op zijn hamburgers: Tjus! En dag lieverds, tot de volgende keer over de Jezuïeten.